In de supermarkt ga ik deze keer niet op zoek naar een vergeten groente, maar wel naar een vergeten stukje vlees. Want ik serveer een lekker konijnstoofpotje onder bladerdeeg. La, 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 la. Konijn, wie kent het niet? Het is uit mijn herinnering echt wel een heel lekker stoofpotje. En tegenwoordig zijn we dat lekkere konijn een beetje aan het vergeten. Nu, ik ga er vandaag zeker iets lekkers mee maken. En ik ga het eerst beginnen aanstoven. Aanstoven in een stoofpot. Want het stoven gebeurt echt op een lage temperatuur voor een lange tijd. En dan is zo'n schotel heel handig. Ik smelt al een beetje boter. En dat mag echt wel een flinke klont zijn. Ik wacht tot de boter gesmolten is. En dan neem ik er de konijnendelen bij. Dit zijn twee mooie rugstukken. En die stoof ik al aan. Ik laat wel een beetje ruimte in de pot. Dus ik begin met drie stukken. Die ik aan alle kanten aanbak. Want door het aanschroeien gaat ook de sappigheid van het vlees behouden blijven. Deze stukken leg ik aan de kant. Die zijn natuurlijk nog niet klaar. Ik bak de andere stukken. Twee achterbouten en twee voorpoten. Dus ze zijn een beetje onregelmatig van vorm. Dus ik moet ze echt wel de plaats geven in de schotel. En straks, als het mooi moet stoven, dan kan alles gewoon samengevoegd worden. Die zijn ook aangeschroeid. Het vuur mag even uit. Het vet doe ik niet weg. Maar ik snipper snel een ui fijn. Die buitenste blaren, die mogen weg. Ik moet die niet echt heel fijn snijden, maar het stoven zelf is nog een tijdje. Dus die ui die wordt zeker zacht genoeg. Niet alleen ui, er komen ook nog twee knoflookteentjes bij. Knoflook en ui, het blijven twee heel lekkere smaakmakers. We kunnen die knoflook en ui bijna altijd in ieder gerecht gebruiken. De vetstof mag weer opgewarmd worden. En dan voeg ik de ui toe en de knoflook. Ik roer de ui en knoflook om, want zo kan ik die overal gelijkmatig aanfruiten. Er komen nog twee laurierblaadjes bij. En ik doe ze er nu al bij. Die kunnen maar al smaak afgeven. Dan ook nog jeneverbes. En de jeneverbes is ook wel heel krachtig van smaak. Vijf is voldoende. En dan nog ook enkele takjes tijm. En het konijn mag er opnieuw bij. Ik leg ze nu bovenop het bedje van ui en knoflook. Hier komt dan nog een 400 ml gevogeltebouillon bij. En nog een 200 ml witte wijn. Het is een droge witte wijn. En die zorgt natuurlijk voor extra smaak. Nu geef ik al die stukjes konijn een beetje plaats. Want ik zorg ervoor dat ze toch wel onderstaan van het vocht. Want zo gaan die dan ook mooi sappig kunnen stoven. Het deksel mag op de pot. En nu mag dit konijn een uur zachtjes stoven. Tijdens dat uur heb ik meer dan voldoende tijd om nog een paar aardappelen aan de kook te brengen. En zelfs ook om mijn huis weer helemaal te doen blinken. Het bladerdeeg laat ik al even ontdooien. En ik ga ook al champignons snijden.
Borstel ze nog even proper. Want af en toe kan daar wel nog zand aan hangen. Dit zijn de kastanje champignons. Ik zou ook voor andere champignons kunnen kiezen. Kantarellen, cijpes, pleurot. In het seizoen is er altijd een enorm aanbod aan verschillende champignons. De oesterzwammen, dat is zo één van die champignons die heel het jaar door verkrijgbaar is. En natuurlijk, de gewone witte champignons mag ik niet vergeten. Het geeft het stoofpotje nog meer smaak als we met de soorten kunnen variëren. De champignons snij ik in beetklare stukken, want straks ga ik het stoofpotje verdelen over individuele schotels. En hoe kleiner de stukken zijn, hoe makkelijker ik alles kan verdelen. Dus die grote champignons snijd ik in 4 stukken. Het konijn heeft ondertussen al kunnen afkoelen, want het konijn wordt natuurlijk van de boutjes gehaald. Zeker als ik een individuele portie wil, die ik zo makkelijk kan uitscheppen, moet ik toch wel zien dat die boutjes er niet meer aan hangen. De champignons bak ik in een beetje boter en ik neem er ook al truffelolie bij. Ik zou natuurlijk altijd de echte truffel kunnen gebruiken, maar mijn budget vandaag laat het niet toe, dus de truffelolie is een goed alternatief. Champignons kunnen erbij. Hiernet heb ik de champignons niet gespoeld. Dat is ook wel met een reden, want als ik die champignons zal spoelen, dan gaan die ook al het vocht opnemen. En eens ik ze dan opnieuw in de pan doe, dan laten ze al hun vocht weer af en krijg ik eigenlijk een champignonsoepje, maar ik wil dat deze champignons mooi krokant gebakken zijn. Dus niet spoelen als je champignons schoonmaakt, maar een borsteltje is meer dan voldoende. Ik kruid nog met peper en zout. En dan kan ik ook al de truffelolie toevoegen. Nu, zo'n truffelolie smaakt heel sterk door. De geur, het is een echte truffel die hierin zit. Dus enkele drupjes volstaan. Door die olie te verwarmen, komen al die geuren nog meer naar boven. Die zijn voldoende gebakken en ik kan het konijn van de boutje halen. En het is echt wel mooi gestoofd, want het vlees valt bijna van de bouten. En je kan het een beetje vergelijken met het maken van vol-au-vent. Dan doen we het natuurlijk niet met konijn, maar met kip. En er komt echt wel nog veel vlees van zo'n bout. Maar op zich, konijn is een heel mager stukje vlees. We zijn het allemaal een beetje vergeten. Voor mij is het vooral een herinnering aan mijn grootmoeder. Zij maakte dat heel veel klaar. En vaak was dat zo een zondagsgerecht. Konijn met de traditionele pruimen erbij. Ik heb het onlangs voor mijn kinderen ook nog gemaakt. En ik dacht, ja, die pruimen, dan gaan ze niet lusten. Maar toch wel, het had hun ook gesmaakt. Het braadvocht ga ik nu zeven. Want hierin zou het nog kunnen zijn dat daar kleine stukjes bout in blijven zitten. Dus ik haal er een zeef bij. En dan giet ik het kookvocht erdoor. En ook het laurierblad, de tijm, de jeneverbessen, die zijn meteen uit het kookvocht gezeefd. Voor de saus smelt ik boter. En ik neem er ook al een beetje bloem bij. En met de bloem ga ik een roux maken. Het is een beetje zoals een bechamelsaus klaarmaken. Eens de boter gesmolten is, kan ik een beetje bloem toevoegen. En ik neem ongeveer dezelfde hoeveelheid als de boter. En die bloem die mag nog even uitdrogen. Dus die gaat een beetje schuimen in de pan. En zo gaat die bloemsmaak verminderen. Maar gaat die toch zijn werk doen om de binding tot stand te brengen. Ik blus met het kookvocht. En dan voeg ik room toe. Ongeveer een 200 milliliter. En ik wacht even tot de bloem zijn werk gaat doen. Dus die gaat de saus mooi gaan dikken. En ik kan ondertussen de oven voorverwarmen op 200 graden. De saus is klaar. Het konijn mag er terug bij. Al die lekkere stukjes konijn. De champignons mogen er nog bij. In principe zou het konijn nu klaar zijn en kan ik het zo serveren.
Maar de presentatie die mag ook wel eens iets anders zijn. Dus ik ga het konijn in individuele ovenschoteltjes doen en bedekken met een laagje bladeren. En nu is het aan het bladerdeeg. Ik neem er de deegrol bij, want het bladerdeeg moet toch wel over dit rondje passen. Ja, dan snijd ik het dezelfde grootte ongeveer van het potje. Ik maak in het midden een kruisje en dat zorgt er straks voor dat het vocht dat zich ontwikkelt in de oven toch naar buiten kan. En dan druk ik nu het deeg goed aan. En dat doe ik met alle potjes. Want eigeel bovenop bladerdeeg zorgt ervoor dat het mooi goudbruin bakt. Dus ik smeer nu op elk kapje een beetje van het eigeel. Nu, deze potjes die gaan voor 10 minuten in de oven. Als alle konijnstoofpotjes in de oven staan, giet ik de aardappelen af. En dan nog even goed opschudden, zodat ze mooi bloemig zijn. De aardappelen die zijn klaar. Want in zo'n stoofpotje met veel saus, dan kan je zo lekker het aardappeltje fijn stampen in de saus. Ik kijk even hoe het met het konijn is gesteld. Het konijn was al klaar, maar het bladerdeegje nog niet. Het bladerdeeg is mooi krokant gebakken en het konijn zit een beetje verstopt. En het kruisje dat ik hier net in het bladerdeeg gesneden heb, is ondertussen een bloemetje geworden. Vandaag geen konijn op zijn Vlaams. Dat was eentje voor mijn grootmoeder. Maar een konijn verstopt onder een dakje van bladerdeeg.